Luis Leon Sanchez was zonder enige twijfel de blikvanger van de Rabo-ploeg in deze Tour. Na zijn polsblessure in de eerste week en na het uitvallen van de kopmannen Robert Gezing en Bauke Mollema nam de Spanjaard de ploeg op sleeptouw. Hij bekroonde alle inspanningen met een etappezege in Foix. Luis Leon Sanchez, goed lachse Spanjaard, op het oog rustig, bescheiden en misschien zelfs wel wat lief. Wat is hij voor een jongen? Ja, het is eigenlijk een hele rustige jongen. Die begint altijd wat moeite met de taal en het Engels te beheersen. Maar nu die eigenlijk een beetje loskomt, leer je hem ook wat beter kennen en is ook wat spraakzamer. En is eigenlijk een hele sociale jongen. Eigenlijk gewoon een hele lieve jongen. En een echte kampioen op de fiets. Hij is tactisch heel sterk. Fysiek heel sterk, het is een mooi atleet om te zien, vind ik ook. Hij zit als groot op zijn fiets. En tactisch, het is echt een winnaar. Absoluut een winnaar. Binnen onze ploeg is hij. Hij kan echt doen wat hij wil. En dat is voor hem heel erg prettig. Ik denk, vorig jaar heeft hij wat moeilijkheden gehad, zeg maar, met aanpassen aan de Nederlandse cultuur. En nu zie je dat hij helemaal opbloeit. En dat is fantastisch voor ons, voor hemzelf. Ja, hij ligt gewoon heel goed in de groep. Dat was eigenlijk vorig jaar al. Het is gewoon een hele lieve jongen met een heel zacht karakter en gewoon met een winnaarsmentaliteit. Dus echt een echte koersmentaliteit heeft hij. En door zijn verbeterde Engelse taal is dit natuurlijk voor hem ook iets gemakkelijker geworden binnen de groep om zich verstaanbaar te maken en zich te uiten. Nou, en als je ziet hoe hij eigenlijk dit jaar welke metamorfose hij heeft ondergaan dit seizoen. Dan zit hij gewoon helemaal op zijn plek en dan voelt hij zich ook thuis. En ook, hij voelt ook gewoon, ondanks dat hij niet alles begrijpt, voelt hij ook wat de druk is binnen de ploeg. Wat we gewoon meegemaakt hebben. En dat geeft die ontlading die hij had met zijn winst. Dat was natuurlijk ook omdat hij zelf won. Maar je ziet ook op een bepaald moment dat hij 500 meter die gebalde vuist richting de ploegauto doet. Nou, dat was ook een signaal van hem van kijk, dat hebben we eens mooi gedaan. Als je hem in de finale van de koers ziet, dan is hij echt een afmaker. En dan verandert die lieve jongen denk ik echt in een gretige winnaar. Ja, het is geen jongen die 15 koersen per jaar wint, maar elke wedstrijd die wint, die telt wel. Het is een heel belangrijke. Hè? Vorig jaar won hij in een toeretappe op een belangrijk moment en nu doet hij dat weer. Hè? Dat zijn niet de enige wedstrijden die hij wint. Dus wat dat betreft is het een groot kampioen. En in Nederland zijn we natuurlijk nogal geneigd om vooral naar de Nederlanders te kijken. Maar dit is een jongen die je niet over het hoofd mag zien. Hij heeft een goede topkozen. En een van de beste renners in het peloton. Dus die heb je er graag bij. Ja.